We hebben al kijkers. Zo vreemd om nu een keer aan de andere kant van het scherm te zitten. Ik volg al elke avond de tutorials. En nu mag ik zelf eentje geven. Dat is leuk. Dag Isabel. Ik ga nog eventjes wachten. En binnen een minuutje gaan we er dan mee beginnen. Spannend. Lori. Hey. Lori, het is jouw voorbeeld dat ik volg, hè? Dankjewel, Isabel. Dag Sarah en Ine, collega's van mij. Blij dat er iemand kijkt van de collega's. Hey Isabel. Ah, Sylvie. Goed, vooraleer dat we eraan beginnen, wil ik mezelf eerst eventjes voorstellen. Ik ben dus Lisbeth en visagiste voor 100%. Wij zijn eigenlijk met een heel team aan visagisten die klaarstaan om jullie te begeleiden in de workshops en jullie nog meer te leren, 100% te leren kennen. Helaas is dat nu niet mogelijk, dus is er een leuke manier bedacht om de tas staat op een strategische manier op de achtergrond, de leuke tas van 100%. Om jullie toch het 100% gamma te leren kennen. Nu, vanavond is het thema snelle make-up voor snelle mama's. Je hoort het al, ik ben van West-Vlaanderen, van Tielt. En ik denk dat het ook de eerste keer is dat er iemand van West-Vlaanderen een live tutorial geeft. Ik ga het niet kunnen ontkennen vanavond dat ik van West-Vlaanderen ben. Dus ik ga wel proberen mijn best te doen, maar je zal het sowieso horen. En in het West-Vlaams betekent snel niet alleen vlug of rap, maar ook mooi. Dus ideale titel voor deze tutorial. Ik ben zelf mama van Arno en Eva, 5,5 en 3,5. En momenteel is dat wel nog heftig. We zijn al uit de heftigste periode, maar 's morgens vind ik het vooral heel heftig. Die ochtendrush vind ik wel intens. En ik vind het eigenlijk wel belangrijk voor mezelf dat ik nog tijd heb om mezelf op te maken. Maar het moet wel snel gaan. Is er ondertiteling? Nee, Isabel. wat bedoel ik met snel? Ik wil echt in 5 minuten gemaquilleerd zijn. En het mag wel iets meer zijn dan enkel een poeder en een blush. Ik heb ook heel graag dat mijn ogen gemaquilleerd zijn. En dat ga ik vandaag tonen, wat dat ik eigenlijk doe in 5 minuten. Dat is net de kracht van 100%. Het is super eenvoudig om te gebruiken. Je kan er eigenlijk niets mee misdoen. En het gaat ongelooflijk snel. We gaan beginnen. 5 minuten, 5 stappen. Stap 1 is de Mineral Primer. Die komt eigenlijk boven de dagverzorging, dus ik heb nu een dagcrème aan en ik ga daarboven de primer zetten. De primer gaat ervoor zorgen dat de make-up een hele dag mooi blijft zitten en vult ook al de eerste lijntjes op als die al dan niet aanwezig zijn. Dus ik wrijf dat in mijn handen en over het gelaat. Die ruikt ook ongelooflijk lekker. Ik ben precies aan het blinken. Het is nogal fel licht. Oh, doet de groetjes weer aan Jente, Lisbeth. Dat is zo lang geleden dat ik jullie nog gezien heb. Voilà. Dat was stap 1. Dat is zelf nog geen minuut. Dus je bent zelf nog niet bezig aan minuut nummer 2.
Een heel belangrijke stap dan is de concealer. Concealer brengen we aan onder de ogen om walletjes te verdoezelen van kinderen die u wakker gemaakt hebben 's nachts. Nu, deze tutorial is niet alleen voor mama's. Het kan zeker ook voor vrouwen zonder kinderen die gewoon graag snelle make-up hebben 's morgens. Gewoon iets, ja, in 5 minuten. Het is niet dat je er een kwartier vroeger moet voor opstaan, maar het maakt een groot verschil. En ik voel er mijzelf eigenlijk gewoon veel beter door als ik mij maquilleer. Dus wat doe ik nu? De tweede stap is de concealer. Ik gebruik daar eigenlijk voor de liquid foundation nummer 1, de lichtste foundation. Dat is een foundation die ik verder ook nog ga gebruiken op de rest van mijn gelaat. Maar die dekkend is en die voor mij eigenlijk ideaal is om mijn walletjes weg te stoppen. Is het gezond om iedere dag een primer te gebruiken? De primer van 100% is zeker gezond, want dat is een natuurlijk merk. Je kan het ook gebruiken als je enkel weggaat. Dat is ook een mogelijkheid. Ik vind het wel heel belangrijk dat mijn make-up een hele dag mooi blijft zitten. Want ik vertrek 's morgens en ik kom 's avonds toe. Ik geef ook les. Ik sta voor de klas. En ik vind het dan echt wel belangrijk dat het de hele dag mooi blijft. Maar inderdaad, het is een hele gezonde primer, dus het kan zeker geen kwaad. Die verstopt de poriën niet. Dus ik neem een concealer brush. Ik doe er een beetje op. En ik breng dit aan onder de ogen, een beetje deppen, ook in het ooghoekje. Nu, er is ook een oogprimer, zodat de primer is voor elk type huid. Vette huid, droge huid, normale huid, dat maakt niet uit. Iedereen kan hem gebruiken. Ja, geschikt voor alle huiden. Het is zo dat we dus eigenlijk straks met oogschaduw gaan werken en dat 100% daarvoor een eye primer heeft. Nu, tijdens de week gebruik ik de eye primer meestal niet, enkel in het weekend als ik echt wat meer tijd heb. Dus wat doe ik eigenlijk om een mooie basis te hebben? Gewoon een keer met mijn foundation over heel het ooglid gaan. Dat zal dan al voor een basis zorgen eigenlijk om straks uw oogschaduw op aan te brengen. Als ik me niet vergis, zit er een beetje lavendel in de concealer. Maar Laurie of Caroline, jullie gaan mij eventjes moeten helpen. Het is een natuurlijke parfum, ja. Zo. Ook over het oog, dat je al een basis hebt. Want het moet snel gaan, hè. Ik doe het nu een klein beetje trager dan dat ik het eigenlijk normaal doe. Goed, dus we zijn... nu niet meer de lavendel. Oké. We zijn een minuut ver. Wat doe ik dan nog? Ik neem de Flat Kabuki. En ik ga eigenlijk opnieuw met hetzelfde product. Dus nog altijd de Liquid Foundation nummer 1. Een heel klein beetje opdoen. En plaatselijk gaan aanbrengen waar dat ik roodheid heb. Dus je ziet al eigenlijk onmiddellijk bij mij. Is dat op mijn kin. En naast mijn neus. En dat is al deppend en draaiend. Nu zie ik ook een beetje rood van de spanning. Dus ik zal maar mijn kaakjes ook meenemen. Sylvie, ik zal zorgen dat je weet welke producten ik allemaal gebruikt heb na de tutorial. Die zal ik er in een comment onderschrijven. Voilà. Dat is minuut 1. Goed, wat doen we dan? Stap 2 in de tweede minuut. Dat is de Loose Foundation. Het sterproduct van 100%. Die gaat eigenlijk zorgen voor een mooie egale teint. Ik gebruik de nummer 2. Ik ben redelijk licht van huid momenteel. In de zomer gebruik ik dan de nummer 4. De nummer 2 is eigenlijk het lichtste poeder voor mensen die een klein beetje roodheid in het gezicht hebben. Dus die is ideaal voor mij. Ik doe een beetje in het dekseltje. Je draait het poeder er goed in.
En dat is eigenlijk de stap die niemand mag overslaan, die een instant ja, mooi resultaat geeft, een natuurlijk resultaat. Draaien, draaien, draaien. Ja, je mag zeker een opsomming van de producten verwachten nadien. Goed, dan ga ik nog voor een tweede laagje. Beetje in het dekseltje. Dat is nu de eenvoud op zich. Geen werk. Het kan niet gemakkelijker. Er is geen reden meer om je niet te maquilleren 's morgens. Plus, het is nog eens gezond voor de huid ook. Ik neem mijn hals mee. Je kan nog een derde laag aanbrengen. Een keer over de ogen doe ik ook meestal eigenlijk om al een basis te hebben. Voilà. Goed, dat was stap 2. Stap 3 eigenlijk al. Want we hadden eerst de primer, dan de concealer en een beetje roodheid wegstoppen met de liquid foundation. Stap 3 is dan het poeder. Dat doet u eigenlijk stralen, dat geeft egaliteit. Ideaal eigenlijk om mee naar buiten te komen. Plus, er zit ook SPF 15 in, 15 à 20, dus je bent wat beschermd tegen de zon. Maar dan, er zijn heel veel mensen die hier stoppen. Nu, een blush, dat geeft ongelooflijk... wacht hoor, ik heb enorme last van roodheid, neem ik dan beter de 4... dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk, hoe dat uw huidskleur is die eronder zit. Ben je eerder licht van huidtoon, dan is het beter dat je toch naar de 2 gaat. Ben je medium, dan kan je de 4 gebruiken om je roodheid inderdaad weg te werken. Dat klopt, ja. Dus de volgende stap is de blush. Waarom blush? Dat zorgt er eigenlijk echt voor dat je... Ja, onmiddellijk zo wat die een blos in je gezicht hebt, die een gloed. Dat is onmisbaar, vind ik. De vorige stap was ook al onmisbaar, maar blush, zeker als je iets moet doen, is het zeker blush. Laat dan die oogschaduw achterwege en doe gewoon mascara aan. Maar blush zorgt ervoor dat je huid, dat we nu egaal hebben gemaakt, dat er daar toch zo wat structuur in zit. Hè? Sinds dat er een nieuw palet op de markt is gebracht, het Contour Glamour of Glamour Contour Palet van 100%, ben ik helemaal verkocht. Waarom? Dat zijn eigenlijk 3 zaken in 1. Blush, contourpoeder, moest je daar behoefte aan hebben, en een fantastisch mooie highlighter. Die breng ik straks ook nog aan. Dus ik ga beginnen met blush. Daarvoor heb ik een blushborstel nodig. Een klein beetje op de borstel doen. En op de jukbeenderen. Er zijn al heel mooie tutorials ter beschikking van de vorige avonden die contouring en glowing skin en zo uitleggen. Zeker eens naar kijken. Wat dat ik altijd eens doe, is langs de bovenkant gaan met mijn kabuki. Om een eventuele harde lijn wat af te... Ja, een beetje af te zwakken. En stel dat je zegt, ik heb te veel aangebracht. Met de kabuki erover en het wordt direct verzacht. Voilà. Goed. Dat was stap 4. Stap 5 zijn de ogen. We zitten nog altijd eigenlijk niet ver. Of we zijn nog altijd niet zo lang bezig. De ogen, ik heb eigenlijk al mijn liquid. Hoe zorg je ervoor dat de blush niet te veel wordt? Eigenlijk wat dat ik doe als ik het aanbreng op mijn penseel, is gewoon een keer erover wrijven. Dus zeker niet er zitten in draaien, maar gewoon een keer zachtjes erover wrijven eigenlijk.
Je kan ook een keer aftikken dan, dat er dus geen restjes meer aan blijven hangen. En dan zachter overgaan als je ziet van het is veel te veel, dan kan je eigenlijk gewoon je kabuki nemen, erover gaan, een beetje uitblenden naar boven toe en dan wordt alles eigenlijk gewoon weer zachter. Goed, dus wat hebben we gedaan? We hebben al de liquid foundation over ons oog gebracht. Dan is het wel belangrijk, als je met oogschaduw wil werken, dat je eerst zorgt voor een basis. En de basis brengen we altijd aan met beige. Dat is eigenlijk een matte lichte tint. Ik gebruik daarvoor een grote blendborstel. Ik neem een beetje product op. Is de blush van de Glamour meer gepigmenteerd? Ik vind eigenlijk net niet. Ik vind dat die zachter is dan in de losse potjes. Ja, iets zachter alleszins. En die breng ik aan de beige over heel het ooglid. Dat je een basis hebt om op te beginnen. Voilà. Zo, ik heb blauwe ogen, dus vandaag ga ik een kleurtje gebruiken die mijn blauwe ogen meer in de verf zetten. Het zijn eigenlijk twee kleuren die eerder paarsige tinten hebben. Wat dat er ook heel mooi is bij blauwe ogen zijn aardetinten. Dat doet de ogen er eigenlijk echt uitspringen. Als je zelf op zoek bent naar kleurtjes om te gaan bekijken van ja, wat past er hier nu bij mij? Hoe kan ik mijn ogen meer in de verf zetten? Gisteren is er eigenlijk een overzichtje online gekomen. Dat ziet er zo uit. Waarbij dat eigenlijk de kleurtjes opgesomd staan die leuk zijn bij een bepaald type oogkleur. Ik zit zo'n beetje tussen groen en blauw, dus ik kan wel redelijk veel kleuren aan. En uitproberen is eigenlijk de beste manier om te zien of dat een oogschaduw bij u past. Ik kies voor één kleurtje, want we gaan voor snelle make-up in 5 minuten tijd. Dan begin ik echt niet 's morgens met verschillende kleuren te blenden en te doen. Ik kies gewoon voor één kleur. En het is een kleur die de naam heeft gekregen van een groente. Een groente die ik in het dagelijkse leven eigenlijk niet zo graag eet, behalve in moussaka. Maar het kleur in het potje van 100% die aubergine heet, is echt fantastisch mooi. Van het moment dat het kleur uitkwam, moet je ook rekening houden met de kleur van je kledij. Dat mag zeker. Ik moet eigenlijk bekennen dat ik vandaag een kleedje heb aangetrokken met wat roze paarse tinten in. Omdat ik met paarse tinten ging werken. Hoeft dat? Dat hoeft niet. Je mag eigenlijk doen wat je wil. Sommige mensen vinden dat leuk om hun oogschaduw af te stemmen op de kledij. Dat kan echt heel mooi zijn. Andere mensen doen dat niet. Laurie bijvoorbeeld, een van de visagisten van 100% doet dat ook heel graag. Dus ja, het maakt niet uit wat je zelf eigenlijk mooi vindt. Haha, een echte juffie. Ik weet het, sorry. Goed. maar van mijn melk. Aubergine. Aubergine is een paarsige tint. Een nieuw kleur sinds vorig jaar. En daar zit zo wat een glans in en het is net dat ik super mooi vind. Het is eigenlijk een beetje tussen een medium en een licht en een medium kleur. Het is niet heel licht, maar het gaat ook niet naar de donkere kant toe. Dus wat ga ik eigenlijk doen? Ik neem opnieuw een blendborstel. Ik neem het poeder op. En dan ga ik eigenlijk blenden. Enkel op het bewegend ooglid en in de arcadeboog, want je gebruikt maar één kleurtje. Nog een beetje. Als je wil dat de kleur sterker is, dan kan je eigenlijk je penseel op voorhand een beetje vochtig maken. Door er bijvoorbeeld de Le Fixeur eventjes op te spuiten. Het is wel niet de bedoeling dat die in nat is. Voilà. De andere kant.
Hoe jong ben je? Je mag eens raden. Kan je ook kiezen voor één kleur met een beetje hangende oogleden? Ja, dat kan je zeker. Maar dan kies je best voor een van de lichtste kleuren. Bijvoorbeeld rosé tendre, macaron. Een licht kleur gaat je ogen wat meer opentrekken. Dus liever een licht kleur dan een medium kleur. Ja, een lichte frisse kleur zoals dat Laurie zegt. Voilà. Zo. Goed, wat is er dan nog belangrijk? Mascara, mascara, mascara. Maar vooraleer dat ik dat doe, breng ik eerst een lijntje aan. Nu, ik ben niet... ik ben echt een smosser. Ook met mijn mascara ben ik een redelijke smosser. Dus ik ga mijn lijntje eigenlijk altijd aanbrengen op mijn bovenste waterlijn. Zo dik en zo hard mogelijk. Omdat je dan eigenlijk je wimperrand in de verf zet. En dat je ogen mooi uitkomen. Dat ziet er wel een beetje akelig uit. En meestal trek ik dan mijn oog helemaal naar boven. Ik zal het nu proberen 32. Een klein beetje meer. Ik heb dit in december vorig jaar mijn 35ste verjaardag gevierd. Met een spetterend feest. In een glitterjurk. Het was super. En ik was uiteraard gemaquilleerd met producten van 100%. Goed. Dus wat ga ik doen? Ik ga een lijntje zetten aan op mijn bovenste waterlijn. Die gaat automatisch een klein beetje afdrukken op mijn onderste waterlijn. Soms doe ik dat weg. Maar soms vind ik dat eigenlijk ook mooi dat er daar een lichte afdruk zit. Dus ik doe dat eigenlijk... Even in de spiegel kijken. Dat is echt oefenen. Voor de meeste mensen is dat nogal akelig in het begin. Maar eens je dat gewoon bent... Kijk, want ik ben hier al aan het smossen. Als ik smos, dan heb ik ook nog een klein geheimpje. Ha, ze ziet er 25 uit, was maar waar. En dat zijn deze oorstokjes zijn het niet, maquillage stokjes. Die hebben een scherpe punt en een vlakke punt. Die kan je kopen, ik heb die eigenlijk nog niet tegengekomen in een apotheek, maar wel bijvoorbeeld in de HEMA, in het kruidvat. In de lijzen liggen ze ook. Die zijn wel iets duurder dan een oorstokje, maar daar kan je eigenlijk heel precies mee te werk gaan. Blijft dat daar goed zitten? Ja, bij mij... Ja, sorry, ik was even niet mee. Ja, bij mij blijft dat eigenlijk wel een hele dag mooi zitten. Natuurlijk moet je ook wel zorgen... Eventjes dat hier wegdoen. Dat je de juiste producten hebt, dat je een goed oogpotlood hebt die mooi blijft zitten. En dat is zeker het geval met die van 100%. Zo. Dus als je, ik weet niet of dat je het goed ziet, maar je ziet toch wel duidelijke verschil tussen dit oog en het andere oog. Dit staat eigenlijk al meer in de verf dan het andere oog. Je haar ziet er ook top uit. Daarmee wil ik eventjes reclame maken voor Café Beauté. Een superleuke conceptstore van Caroline Rigaud van 100% in Hasselt. En zij posten ook tutorials op hun Facebookpagina. En een van die tutorials was vorige week Beachy Waves. En ja hoor, dat lukt zeer goed. Fantastische tutorial, zeker eens kijken. Goed, we gaan de andere kant doen. Zo. En wat ik ook altijd doe, is nog eens onderaan. Maar ik neem eigenlijk echt alleen maar een klein hoekje. Niet op de waterlijn. Ik ben niet zo fan van lijntjes op de waterlijn, omdat dat heel veel je oog toetrekt. Of bij veel mensen toch. Als je ogen... er zijn verschillende typen potloden. Dat is nu het oogpotlood. Maar we hebben ook wenkbrauwpotloden. Ik heb dat eigenlijk meestal niet nodig, want mijn wenkbrauwen zijn redelijk zwaar. Dat zijn de wenkbrauwpotloden. Daar hebben we een brunet en een blond wenkbrauwpotlood in. Het kleur van het potlood dat ik nu gebruik is zwart. En dan ga ik dit met de smudge brush een klein beetje uitvegen naar de binnenkant toe.
Dus dat die lijn niet zo hard is, maar wel niet helemaal tot hier. Gewoon de zijkant. Eventjes met mijn... om te corrigeren. Voilà. Zo. Dat is al oké. Goed. Wat doe ik zeker en vast ook nog? Dat is eigenlijk nog een beetje highlighter in de binnenkant van mijn ogen zetten. Om mijn ogen nog meer open te trekken. Dat doe ik ook met het palet Glamour Palette. En daarvoor gebruik ik eigenlijk de Pointed Brush. Ik neem een beetje van de highlighter. En ik plaats die in de binnenhoek. Klein beetje meer naar boven ook. Om ervoor te zorgen dat mijn ogen nog mooier uitkomen. Voilà. Eén kleurtje. En that's it. Een lijntje. En we zijn helemaal vertrokken. Dan. Mascara, mascara, mascara. Hoe meer mascara, hoe beter. Ik ga proberen van de mascara aan te brengen zonder hier de hele tijd met mijn mond open te zetten. In de natuurlijke reflex. Hoe meer, hoe beter. Dit is een fantastische mascara. Le Volumieux. De nieuwe mascara van 100% die echt wel zijn werk doet. Ik ben geen zigzagger. Ik pas een beetje hetzelfde systeem toe als Cynthia. Voor de mensen die ook al gekeken hebben deze week. Voilà. Ja, voilà. Kijk, het is al prijs. Even wachten en dan... het is nog prijs. Ook de zijkanten. Hoe meepakken? Sommige mensen vergeten dat. Maar als je je zijkantjes mooi in de verf zet... dan ga je je ogen ook nog meer open trekken. Zo. Nee, het is geen waterproof mascara, maar die komt normaal binnenkort wel op de markt. Voilà. Zo. Goed, wat had ik nu eigenlijk nog zou doen, hè? Dus voilà, serieuze mascara dan, is een beetje lipgloss aandoen. Dus dat was eigenlijk stap 5. Hè? We zijn, als je dat eigenlijk allemaal in snel tempo doet, ben je wel rond hoor, op 5 minuten. In de auto doe ik nog een beetje lipgloss aan. We hebben eigenlijk 3 heel mooie lipglossjes. Deze is heel tof, de Cuberdon. En dan hebben we nog bonbon en abricot. Maar wat dat ik nu eigenlijk nog wou tonen is... Hey, we hebben de 5 minuten look. Maar wat kan je nu eigenlijk nog doen om snel nog wat aanpassingen te doen? Hey? Stel dat je bijvoorbeeld 7,5 minuten hebt 's morgens. Of je bent bereid om een klein beetje vroeger op te staan. Wat kan je dan nog extra doen? En daarom keer ik terug eigenlijk naar dit palet. Het is altijd leuk om... nog wat extra te contouren. Het is zeer simpel. Er is daar ook al een tutorial van hoe dat je contourt. Ik doe het opnieuw met dit palet. Ik ben redelijk bleek van gelaat momenteel. En dit palet is wat zachter dan de paletjes hier. Is dat hier de brunette? Dan dit brunette palet, die ook kan gebruikt worden om te contouren. Daar is ook al een tutorial van door Caroline. Dus ik neem mijn fanbrush en ik wrijf opnieuw zachtjes erover. En dan ga ik eigenlijk onder mijn blush draaiende bewegingen maken. Om een contour. Ik moet nu wel zeggen dat dat iets is dat ik ook elke dag doe als ik ga werken en in fysiek contact kom met mensen. En als ik tijd heb thuis.
Dan doe ik dat zeker ook. Nog een beetje bij. In de halsstreek. Een beetje van boven. Ik denk niet dat er gekleurde wenkbrauwgel komt. Er komt wel een nieuw wenkbrauwpotlood. En volgens mij was dat waterproof, als ik me niet vergis. Goed, wat doe ik dan? Ik wil ook nog een beetje highlight aanbrengen. Ik ga eerst en vooral mijn... ik gebruik hetzelfde penseel, dus ik ga het eventjes reinigen. Dat doe ik snel met isopropyl alcohol op een tissue. En dan poets ik eigenlijk mijn... penseel daarop uit. Dat wordt bruin, hé, want ik heb daar net bruin gebruikt. En dan vind ik het altijd wel heel leuk om de highlight, dus als deze nog een keer te gebruiken. En dat komt dan boven de blush. Nu een keer hier, de bovenkant van je lip. Ik doe dat niet op mijn neus, want ik heb nogal een grote neus. Onder de wenkbrauwen. Voilà. En dan ga ik afronden met een lippenstift. Dus normaal, ja, als je zegt van ik heb 5 minuutjes tijd. 'S morgens, ja, hoeft dat contouren en zo er allemaal niet bij. Ja, die isopropyl alcohol kan je eigenlijk bij de apotheek vinden. Dit is hier een flesje die de apotheek telkens voor mij opvult. Er zijn ook apotheken die dit verkopen met al onmiddellijk een spray-applicatie van boven. Bovenop, dat is eigenlijk nog gemakkelijker. En dan niet vergeten van af en toe een keer uw borstels te reinigen met baby shampoo. Goed. Ik ga eindigen met lippenstift. Normaal doe ik eigenlijk meestal lipgloss aan, maar ja, dacht een beetje lippenstift vandaag. En ja, dat is de La Vie en Rose. Zo simpel is het. Ja, dat kan je eigenlijk ook in de auto. Hè. Ziezo. Voilà. Mijn look is af. Zo ga ik eigenlijk naar het werk. Ik zal nog eventjes overlopen wat we allemaal gedaan hebben. We zijn gestart met de mineral primer. Dat is eigenlijk stap 1. Een halve minuut werk komt boven de dagcrème. Dan hebben we hetzelfde product gebruikt. De liquid foundation nummer 1. Om aan te brengen onder de ogen en ook op de zones waar dat er wat roodheid is. Daarmee ben je 1 minuut ver. Stap 2 was dan, eigenlijk al stap 3, de losse poeder. Dus uw foundation poeder aanbrengen over gans het gelaat. En natuurlijk ook afwerken met een blush. Ik heb de blush gebruikt uit het Glamour palet. De ogen daarvan kan je eigenlijk zelf kiezen. Ik heb hier nu 1 oogschaduw gebruikt. Een oogschaduwtje aubergine. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie kleuren. Ik vind dit echt een topkleur. Dat is iets dat ik bijna dagelijks gebruik samen met... dankjewel dat ze mooi is. Samen met... nu eventjes op de naam komen. Café. Café vind ik ook een fantastische kleur en die macaron om eigenlijk dagelijks te gebruiken. Ook natuurlijk een mascara, een lijntje eventueel als je dat wil. Ik doe altijd het lijntje op de bovenste waterlijn en dan een klein beetje aan de zijkant en ik trek dat door. Dat zorgt ervoor dat mijn ogen nog wat meer open zijn. En dan een blushje aan en je bent eigenlijk klaar. Wil je wat meer? Staat die bij aubergine ook bij bruine ogen? Ik vind van wel.
Ik heb dat al aangedaan of laten aandoen bij mensen met bruine ogen. En dat is ook zeer mooi. Door die paarse tinten. Paars is eigenlijk ook wel is ook mooi bij bruine ogen. En het is gewoon zo, je moet gewoon proberen. Op het moment dat je probeert. Bijvoorbeeld in de workshops bij de apotheken, als je daar naartoe gaat en je probeert het en je ziet het onmiddellijk wat dat het resultaat is, dan kan je eigenlijk niet missen. En oefenen, oefenen, oefenen. Want ik zeg hier nu, het is op 5 minuten gedaan en dat is ook echt zo. Maar natuurlijk loopt dat een eerste keer niet van een leien dakje en duurt dat misschien wat langer. Maar de 5 basisstappen dat ik net getoond heb, dat is echt te doen in 5 minuten. Je kan bijvoorbeeld zeggen van ik laat de oogschaduw voor wat het is en ik begin eerst met mascara en een lijntje. En dat is ook al top. Want eens je gemaquilleerd bent, ja, dan kan je alleen maar stralen. Voilà. Ik verlang ook naar de volgende workshop, Jill. Ik ben echt aan het aftellen totdat ik opnieuw een workshop kan geven in een van de apotheken. Zijn er anders nog vragen? Ik zorg ervoor dat jullie... Zeker en vast alle producten dat die opgesomd worden. Is de aubergine lichter dan de raisin? Ja, zeker. Die is zeker wat lichter. Raisin vind ik eigenlijk al een eerder donkerder kleur. Terwijl dat aubergine een medium licht kleur is. Die is veel lichter. Wat dat je bijvoorbeeld kan doen is die chocola of raisin met die aubergine combineren en het donkerste kleur dan in de arcadeboog gebruiken. Voilà. Goed, dan wanneer geef je een volgende workshop? De workshops staan eigenlijk allemaal op de website van 100% aangegeven. Vanaf het moment dat er een workshop is of een persoonlijke sessie. Dus je kan eigenlijk een overzichtje vinden op de website van 100% waar dat er workshops zijn. Natuurlijk zijn die nu allemaal geannuleerd tot en met 19 april. Maar ik ben er eigenlijk zeker van dat wij in de lente- en zomermaanden zeer actief zullen worden. Ja, er zijn normaal ook workshops in het Ieperse en groepssessies met de buurvrouwen, dat kan ook. Ja. Dat is geen probleem. Maar we hebben ook 2 apotheken in Tielt waar de workshops doorgaan, dus dat kan ook. Waar koop ik mijn producten? Eigenlijk ja, altijd bij de apotheek, de apotheken in Tielt. Bijvoorbeeld Apotheek De Vroe en Apotheek Baard verkopen 100%. Dus daar koop ik eigenlijk altijd mijn producten. Ja, het is dat. Gewoon proberen andere combinaties. Nu, ik ben zelf wel een gewoontedier. Ik hou eigenlijk altijd vast aan die combinaties die ik zo leuk vind, bijvoorbeeld café of ja, chocola, vind ik ook fantastisch om gewoon als 1 kleur op het oog te gebruiken. Dus proberen, dat is de boodschap. Ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken, om zoveel vragen te stellen. Heel fijn om veel bekende gezichten te zien passeren. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. En volg zeker en vast nog de andere tutorials van 100% in de komende week. Dag! Maar, hoe moet ik dat hier nu uitleggen? Ik vind niet hoe ik het moet uitleggen. Kan er mij iemand helpen? Isabel, hoe moet ik dat hier uitleggen? Weet jij dat? Ondertussen kun je hier nog een keer kijken naar de look. Op het knopje duwen.
Op welk knopje